Goedemiddag Jacco, je hebt de leiding over dit, ja, zootje wil ik niet noemen, maar het houtdorp. Hutteland, ja. Ja, dus, ja dus, tenminste, dat probeer ik te doen inderdaad. Nee, maar dat is zootje zou ik het ook niet willen noemen. Het is natuurlijk een beetje regenachtig vandaag, maar het is nog steeds wel heel erg gezellig. En nog steeds, ja, het is gewoon een groot feestje. Hoeveel kinderen doen er mee? Ja, dat wisselt een beetje per dag, want ze mogen zelf beslissen of ze wel of niet komen. Dus tussen de 140 en de 170 zitten we nu, zeg maar. Maar ik weet niet hoeveel er vandaag zijn, eerlijk gezegd. 140? 140 zijn er vandaag. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ja, maar dat valt niet tegen. Dat was, gisteren waren er 140. En de eerste dag waren er 170. Dus ja, daar schommelen een beetje tussenin. Zeg maar zo. Dus, ja. Alleen als het inderdaad, als er nou heel erg veel regen voorspeld is, dan. Dan komen denken kinderen ook van nou, we gaan wel iets spelletjes binnen doen of zo. En als het heel erg mooi weer is, dan denken ze ook wel eens, nou, we gaan naar het zwembad in plaats van hutten bouwen. Ze kunnen ook rustig een dagje overslaan als ze dat fijn vinden. Hè. Dat mag. Moeten ze wel eerst opgeven? Dat hoeft niet. Ze kunnen zich ook nog hier opgeven. Kunnen ze zo binnenkomen? Ja, alleen we willen graag dan wel wat gegevens voor ze hebben. Hè. We hebben hier voldoende EHBO'ers rondlopen die dat soort dingen op weten te lossen. Maar stel nu dat er iets ernstigs gebeurt, want dat kan gebeuren. Hè. Hutten bouwen is niet helemaal ongevaarlijk. Dan willen we toch wel graag de ouders kunnen bereiken. Dus dat soort dingen vinden we wel belangrijk. Dus telefoonnummer waarop ouders bereikbaar zijn. We vragen ook altijd een huisarts bijvoorbeeld. Hè, want we zijn ook een keertje met kinderen direct naar hun eigen huisarts gegaan. Dat soms praktisch kan zijn. Heb je dat dan nodig gehad? Dit jaar nog niet. Nee, gelukkig niet. Nee. Vorig jaar wel? Moet ik even nadenken. In het verleden in ieder geval wel, ja. Maar ik weet het, vorig jaar weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Dat is, ik weet, ja. Gaan ze hier nog slapen? Nee. We slapen doen we eigenlijk nooit. Dat is gewoon te veel organisatie om dat goed voor elkaar te krijgen met zoveel kinderen. En ook omdat het 3 weken is, is het gewoon eigenlijk niet fijn om dat op die manier. We hebben er wel eens over gedacht, maar uiteindelijk hebben we besloten om dat niet te doen. Gaat de fik er nog weer in de laatste dag? Dat is wel de bedoeling. Als vermogen van de brandweer. We hebben de vergunning wel hoor, maar het kan uiteraard nog een of andere code droog zijn. Dat we niet mogen. Dat we niet vuur mogen aansteken. Maar we gaan ervan uit dat het mag. Ja, gaat er vanuit dat code droog er niet is? Ja, voorlopig niet zo, als het eruit ziet, nee. We gaan gewoon met z'n allen omhoog slapen. Ja! Ja, heb ik nu net. Dat wil ik wel ook niet. Heel gezellig. Leuk. Kijk, ik ben op tv. Hakker! Hallo? Wil je ja! Wat ga jij doen straks? Nou, ik ga gewoon hard werk knieën en dan uitrusten voor morgen. Oké, dus morgen kom je weer? Ja, tuurlijk. Oké. Ja, we hebben een zeil erop, dus het rust ook niet door het dak heen. Ja, dat heb je goed bekeken. Ja. Een vikingzeil. Ja.